Hi, kan je mayonaise maken dat het ook nog een beetje gezond is? Nou, ik denk van wel. Als je mayonaise koopt in de supermarkt, dan zitten er natuurlijk honderden ingrediënten in. Er zijn vaak zo'n enorme ingrediëntenlijst. Dat is helemaal niet nodig. Wat je nodig hebt voor een heerlijke mayonaise is een theelepeltje mosterd, een eetlepel witte azijn, een eierdooier en ongeveer 125 milliliter olijfolie. Ja, en neem dan lekker goede olijfolie, goede mosterd, dan is het makkelijkste. Wij gaan de mayonaise maken met deze ontzettende handige mixer. Die heeft aan de bovenkant een vulopening. Dan gaan we de ingrediënten ingooien op de olie na. De azijn. De eidooier. Zo, oh, hij lekt nog lekker na. En de mosterd, daar beginnen we mee. Nou, that's it. Stap 1 is gedaan. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik doe de dop erop en ik ga dit eerst eventjes heel kort mengen. Nou, de eerste fase van de mayonaise zit er al op. Zo makkelijk is het. Dan gaan we heel, stap voor stap eigenlijk, gaan we een beetje olie toevoegen. En dan niet in één keer een hele plens, maar elke keer een heel klein beetje. En dat doen we om dan een goede binding te creëren. Dus ik zet hem zachtjes aan en ik gooi de eerste druppels erin. En dan laten we het langzaam zo erin lopen tot het lekker een dikke mayonaise is. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met het hele proces, want je zag het spettert alle kanten op en het maakt eigenlijk wel een klerenherrie. Maar ja, de mayonaise is nu nog een klein beetje te dik, dus ik ga er zo nog een klein beetje olie bij doen. En dan ziet hij er prachtig uit.